sinds vorig jaar en de jaren daarvoor is de wereld natuurlijk weer open. Want vorig jaar in februari werd de laatste coronalockdown opgeheven. En dus zie je dat mensen het gewoon over het algemeen drukker hebben. Dus ze werken meer, ze hebben meer vrije tijdsactiviteiten. Van feestjes met vrienden tot hobby's die weer allemaal door kunnen gaan. En wij denken dat dat dus de reden is dat mensen gewoon in hun agenda moeilijker de tijd hebben om iets voor een ander te betekenen of voor de wereld. En toch zijn die krachten hard nodig, juist om die leuke activiteiten door te laten gaan. Ook bij het lentefeest in Beuningen, dat zondagmiddag plaatsvond, zijn veel vrijwilligers werkzaam. Vrijwilligers zijn voor jullie denk ik best belangrijk, want wat kan je als vrijwilliger allemaal doen hier? Vrijwilligers, ik kan eigenlijk alle horecawerkzaamheden die van eenvoudig tot inschenken, tot tappen, tot nogmaals aanvullen, ja, het is... We werken ook in shifts, dus ja. Wat dat betreft, je hoeft niet echt een hele dag te werken, maar alle handjes zijn welkom. Nou, de cijfers van CBS liegen er niet om. Hè. 38% van de Nederlanders minstens één keer per jaar vrijwillig. Dan kun je je voorstellen wat er gebeurt met al onze mooie activiteiten. Van Koningsdag tot de ouderen in ons verzorgingscentrum om de hoek. Als die niet meer naar buiten komen, wat er dan gebeurt met onze samenleving. Dus... Nou ja, daar draaien wij op. En daardoor zorgen we ervoor dat we met z'n allen zo fijn wonen in Nederland. Dus als dat niet meer gebeurt, dan hebben we denk ik wel een groot probleem, ja. Maar goed, we maken ons niet zorgen over dat het niet meer gebeurt. Maar het wordt wel dus lastiger om alles te continueren. Het is gewoon schrijnend om te zien, als je bijvoorbeeld googelt naar hoeveel mooie vrijwilligersorganisaties en activiteiten nu niet al meer kunnen doen door een tekort. Dat is wel zorgelijk. En hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Wij zijn vriendinnen. Oh, en zij vroeg mij, goh, wil je samen met mij? Ik zeg, nou, dat lijkt me eigenlijk wel leuk. Okay. Ze hebben ook gevraagd of ze samen een klus konden krijgen. Ja. Dus we doen samen de kassa. Okay, is nou, hartstikke gezellig. Superleuk. Ja. Ja. En wat haal je eruit dan om dit vrijwillig te doen? Gewoon de gezelligheid. Vrijwilligheid, de mensen om je heen. Ja. Ook iets terug voor je eigen dorp doen, je gemeenschap. En nou ja, gewoon de sfeer. Ja. Lekkere muziek erbij. De sfeer is goed. Ja, ja, ja. S'avonds even aanfeesten en daarna pakken we nog een biertje. Ja. Dus om af te sluiten. Dus je zou iemand anders ook wel aanraden om dit ook te doen? Zeker, zeker. Ja. Ja, je leert mensen kennen. Je leert de mensen omheen kennen. Ja. Ja, dat is gewoon, die draagt iets bij aan het evenement. Dus ja. Dat is super gewoon. En dat geeft jou een goed gevoel? Absoluut, okay. Absoluut. Ja, zeker. Ja.